Yo mensen, groep DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En na vele verzoek ben ik hier weer eens met een reageren op video. Dit wordt denk ik geen vaste iets meer, maar ik vond het nu al even leuk aan het eind van het jaar toch nog even een reageren video. Vandaag gaan we reageren op de leukste voetbalmoment uit 2019. De grappigste, de grappigste moment uit 2019. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Echt een hutspel. Wat dan? Echt een hutspel. Dat ga ik je allemaal uitleggen. Wat dan? Headball 2. Wat? Ik ben al aan het spelen. Ben je toevallig ook aan het spelen? Ik ook. Nee. Kijk mijn poppetje dan. Ongelooflijk, wat vet. Dit is mijn poppetje. Ik kom net uit bed zoals je ziet. Ja, maar ik hele ook. Nacht, hele nacht gespeeld. Ik heb nog headball gedaan. Ja. Oké, invite me. Je kan tegen je vrienden spelen als je die hebt. Ja. Kan ook gewoon online. Maar ik moet zeggen, als jij wint, dan ik hoor wel dat je poppetje beter is. Ja, en jij de hele nacht gespeeld. Ja, ik heb geoefend, jongen. Jij hebt geoefend, ja, ik niet. Jij hebt de laatste vier verloren. Ik heb niet zo goed gespeeld. Hé, wat is dit? Ja! Wat is dit helemaal niet leuk? Ja! Oh, dit is far! Far! Ja, lekker. Zo een goal. Ik ben echt anders slecht. Jij die ook, hè? Nou, ja, ik ben echt slecht. Klopt. Oeh! Nee! Ik ben zo slecht! Ja, okay, nu kom ik weer. Oh mijn god! Hè? Zomaar als je goal dan toe klein, broer. Ja. Ik zou heel graag een keer scoren. Ah, dit is echt... He's waiting for his ja! Ja. Wow! Oh. Wat een goal! Nee, nee! Lekker. Wat ben je aan het doen, gaf? Wat een power-up. Ja. Hoppakeetje, niet mis mee. De hele avond spelen, dat helpt wel, hè. Oh, jij kan er geen reet van, dat zou ook kunnen. Download Headball nu in de beschrijving. Oké, mensen, ik heb de challenge verloren. Headball. Ik wil Mattie mijn tik geeft in mijn hoofd. Niet te hard. Als je moet nog cash vieren. Ja. Net zo hard mag ik net zo hard doen als Rob. Nee, dat was echt te hard. Dat was zeker te hard. Heb je ogen dicht? Ik heb mijn ogen dicht. Komt-ie. Ja. Dit is zo zacht. Ik schrok me zo. Oké. Zo, daar zijn we weer. Jeetje, wat lekker. Download het spel dus zeker in de beschrijving. Laten we dan maar doorgaan met de video. Wil je mijn kanaal abonneren? Doe het dan zeker. 350.000 abonnees voor 2020 zou mooi zijn. Dus kom op, we hebben nog 4 dagen. We hoeven nog maar 38.000 abonnees volgens mij. Dus moet kunnen. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En doe een duimpje omhoog. 50 likes helemaal top zijn. In ieder geval, laten we maar beginnen met de video. Ik ben er klaar voor. We gaan het zien. We beginnen met Ajax. Wat gaat er gebeuren? Oh, wat de f***. Thijs geeft neer eens gewoon een map. Wat goed. Oh, hij valt gewoon over de... Hij springt gewoon zelf. Dat is sowieso een meme. Oh, wat is dit dan? Hij trapt er gewoon omver. Hij kan erom lachen gelukkig. Stel je voor je trap je eigen speler geblesseerd. Dan ben je echt niet blij, hè? Maar deze is echt goed. Voor mij is het een chick of ze... Ja, of ze chick is het of. Zijn zusje. Zijn moeder lijkt me sterk, want het was een stuk ouder. Maar gewoon een klap geven door de emotie in het voetbal. Dat vind ik echt mooi. Dat vind ik goed. Dat hoort ook bij het spelletje. Dat hoort erbij. Hier hebben we een stinkende duif. Oh. Duiven, niemand is er fan van. Gaat hij dat proberen op te pakken? Mocht je ooit een duif proberen op te pakken? Even serieus. Die beesten zijn veel sneller dan dat mensen zijn. Dat is niet helemaal waar trouwens. Soms heb je ook een zitje in de auto. Voor de mensen die een auto hebben, die herkennen dit vast. En dan staan er allemaal duiven. En dan rij je, zeg maar. En dan staan ze gewoon niet weg. En dan denk je van, ja, maar als ik nu doorrijd, dan rij ik echt 40 aan. Dus dat moet je toeteren. En dan vliegen ze allemaal weg. Want die toeteren schrikken ze heel erg van. Toet! Nee, Amalia, niet weer. Amalia, nee. Nee. Ik kreeg de vorige keer ook wel een brief van het Koningshuis dat ik het niet meer mocht doen. Dus niet weer. Alsjeblieft, niet weer. Oh, wat de heck. Doen. Kijk, je bent gefocust op dit persoon. Dan moet je deze even zien. Ziet er ook niet heel goed uit, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Oh wel, 2 tanden is beter dan geen tanden. Bekijk het zo. Positief. Jezus, criminelen. En ik denk Bayern Munich. Man City bought Bayern Munich, what the fuck. Hij wil gewoon iets zeggen over Manchester City. Je zegt gewoon Bayern München. En goed. Klein duimpje van Mourinho. Ho, daar gaat de... Oh, de coach. Die blijft aardig goed staan. Die staat stevig op zijn benen. Dat is Mourinho. Oeh. Het zag er niet goed uit dan. Sissoko duwt die Mourinho weg. Hij blijft gewoon staan. Wat is dan het probleem? Wat is daar grappig aan? Hij gaat gewoon zijn bek. Maar ik snap het grappige hier niet helemaal aan. Hé? Hij slaat hem gewoon zijn zak. Hé? Wat deed hij nou? Hij staat hier weer gewoon in zijn zak. Nou ja. Hé, hier komt een parachutist aan. Nee, hij gaat veel te snel. Rem af. Wat is dit? Waarom is hij ineens een parachutist? Waar slaat dit op? Dus ik kauw gewoon uit zijn handschoen. Dat is echt smerig. Ho? Wat een onzin. Dit net als we geen map hebben. Dat is niet heel. Wat is dit nou weer? Een kippenpak. Doe nou normaal, jongen. Oh, mijn god. En wat ben je? Neymar. Wat gaan die doen? En dansie, natuurlijk. Destruction.
Ronaldo die trapt de cornervlag omver. Oh, au, 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 au. Zou het zo hard zijn? Zo'n cornervlag kan... Ja, kijk, Ronaldo schiet natuurlijk wel hard. Maar zou een cornervlag zo hard zijn? Ik weet niet, hoor. Ik kan me niet voor... Ik kan me echt niet voorstellen. Ik kan me haast niet voorstellen. Ik zweer het je. Misser zeker. Oh nee, zit er mooi in. Een mooi doelpunt. Oh. Hij verstaat... Hoe is dit grappig? Dit filmpje heeft funny moments. Hoe is het grappig dat hij zijn hamstring of zijn lies breekt en zijn score van een goal? Deze gast krijgt zijn shirt niet uit. Dat is wel een vrij tri... Oh. Ja, dat is jammer van die zweetplek inderdaad. Wat doen ze? Wat is dit nou weer? Wie dat van die rare capriolen? Laat die vent gewoon opstaan. Waar slaat dit op? Hij houdt er gewoon zijn been vast. Thank you, come again. Oh nee. Wil je denkt even smooth overheen draaien. Ik denk dat iedereen wel een keer gehad heeft dat hij over zo'n hek heen wil springen en gewoon op zijn bek gaat. Ik denk dat dat letterlijk nog niemand nooit overkomen is. Oprecht niet. Kiepertje. Een fantastische uittrap. Jezus. Hij gaat ook met zijn scheenbeen. Hoe kan dat überhaupt? Oh, let op, let op, let op. Oh, keeper, nee. Oh, keepertje, nee. Hoe kan dit nou? Zie je speler ook roepen van, let op. Doet hij? Ah, even de cornervlag terugzetten. Die heeft Ronaldo net omver geschoten. Nee, nee, dat was een ander. Oh, ik trap over de bal. Schrik flink van de bal. Zou ik ook van schrikken, op zich niet heel raar. Ik heb ooit gehad dat ik aan het voetballen was, toen liep ik naar mijn eigen training toe. Trouwens, enge Canada Goosey als hier achter me. Ja, ja, ja. Camerawerk verdient goed deze dagen zo te zien. In ieder geval, ik was het aan het voetballen, moest ik naar mijn eigen training lopen. Het was dan op een halfveld. Dan moest je eerst een ander halfveld over. En ik liep daar gewoon normaal, weet je wel. Minding my own business. En toen ineens BAM! Vol een bal tegen mijn smoel aan. Echt vol hard een bal tegen mijn smoel. Echt niet blij mee. Absoluut niet blij mee. Gaat hier gebeuren? Ah, dat boven de zijlijn. Fantastisch gedaan. Wat is dit? Waarom is het nou een funny moment? Wat is dit ook? Elkaar even mooi maken. Oh nee, keepertje. Oh, keepertje, keepertje, keepertje. Oh nee, staat er een speler? Oh. Dit zijn wel heerlijke goals om te maken, hè, als speler. Dit is zo makkelijk. Was dat Klaas? Was dat Davy Klaassen? Kan best wel. Waarom slaan ze ook altijd zo hard? Nee, mist Chong dit? Chong, jezus. Op kunstgras, jongen. Dit kan ook geen polletje zijn. Dit meen je toch niet, Chong? Dat is niet goed, hè, dit. Oh, oh. Je zit er echt helemaal naast. Oh, keeper. Oh. Oh, keeper. Zeker een penalty dit. Zeker een penalty dit. Hé, hey, weer een duif. Jawel, weer een duifje. Ja, lekker hoor. Niks mis mee. Goed schot. Paal. Paal. Weer paal. Tegen de speler aan. En, jezus. Hoe kan het er niet in? Ongelooflijk. Het lijkt me op mijn FIBA-potje. Wat doet hij nou? Hij doet gewoon een rugby tackle. Hij deed gewoon een rugby tackle. Oh. Oh, hij raakt hem ook helemaal verkeerd. Hij gaat alsnog in. Is dat Havert? De keeper raakt hem verkeerd. Raakt Havert hem ook helemaal verkeerd. Maar net goed genoeg. Dat is echt dubbel pech voor die keeper. En dubbel geluk voor onze grote vriend Havert. Oh, een bult op zijn hoofd. Heb je een bultje op je hoofd, jongen? Sommige dingen snap ik niet helemaal. Waarom is Zidane nou boos? Viool spelen. Ik moet zeggen, de humor van degene die deze video heeft gemaakt, valt zeer te betwisten, moet ik zeggen. Oh, scheids goed gedaan. Mooi. Mooi overstapje, hoor. Niks mis mee. Nou, hier wil je niet de bal geven aan iemand die de hat-trick had gemaakt. Dat was echt mooi. Echt leuk. Echt great banter van de scheidsrechter. Oh, keepertje, 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 keepertje. Oh, summer, summer, summer. When I met you in the summer. Oh, zo pijnlijk. Oh, KK en geel van de chickie. Oké, okay. En een selfie. Wat is dit? Oh, dit ja. ja. Leuk, leuk. Het is ook inderdaad wel, op het moment dat je je shirt uittrekt naar een goal, dat gaat in de emotie. Op het moment dat je er zo lang mee bezig bent, is het geen emotie meer, dan is het gewoon triest. Dus als je shirt niet in één keer uitkrijgt, stop ermee. Niet doen, niet doen. Keepertje met J.O. Costa. J.O. Costa is echt een waardeloze vent natuurlijk. Gaat hem ook vasthouden, die bal. Wat triest. Ik zie niet helemaal wat hier het probleem is. Oh, het probleem is Phil Jones. Dat is het probleem. Dat is de grap. Oké, duidelijk. Goeie aanname. Ja, hij houdt hem gewoon binnen. Zeker, kijk, geel. Ja, dat dacht ik al. 100%. Ja, harde bakken. MLP lekker liggen, niks mis mee. MLP'tje lekker liggen, jongen. Weer goed overstapje van de scheids. Doet mij goed om dat te zien. Vrouwenvoetbal, doet mij ook goed om te zien. Ik ben groot fan van vrouwenvoetbal. Tikje op de billen, moet kunnen. Oh, geen haar onder zijn pet. Nee, ik versta er geen tipjes van. Mensen, een hoop funny momenten. Een hoop momenten dat ik ook dacht van... Niet heel grappig, maar kan ook aan mij liggen. Wat vond jij het leukste voetbalmoment uit 2019? Laat het achter in de comments. En dan hoop ik jullie deze video leuk vonden. Vond je dat leuk? Vergeet me zeker niet te liken. Al was het gelukkig nieuwjaar. Zo geen... Ja, ik kon er wel een video denken voor de tussentijd. Ja, ik kon wel een video. Een leuke video ook trouwens in de tussentijd. In ieder geval bedankt voor het kijken, mensen. En vergeet niet te wachten, want na de outro komt er uiteraard weer een goede mop. En dan zie ik u bij de volgende video. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Oké, mensen, het is blauw en niet zwaar.
Lichtblauw. Doei.